maar dat zijn er een paar. U bent geen politicus geworden. Vindt u dat politici hier dus echt laten liggen omdat ze te veel naar de wensen van hun achterban kijken? Nou, ik denk dat eigenlijk de politiek op het ogenblik bij de fundamentele veranderingen die nu aan de orde zijn en die nodig zijn, ik zou bijna zeggen per definitie achterloopt. Als we weten welke kant we opgaan en als het incrementeel moet worden veranderd, ja. Nou, dan kan de politiek dat allemaal wel handelen. Maar dit maar kunnen ze niet. Maar ik vind dat nogal een zware boodschap die u nu uitvoert. Maar dat is ook zo. Hè. En eigenlijk hebben wij in dit land, vind ik nog steeds, geen echte gezamenlijke opvatting waar de politiek ook zeg maar leiding aan geeft over waar we economisch met dit land naartoe moeten. U bent niet de enige die dit zegt. Dit bericht vaker. Maar gelukkig zou ik bijna zeggen, want urgentie is gewend. Dat horen we de hele week ook al aan deze tafel. Wat zou er moeten gebeuren? Want ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik hou heel erg van oplossingen. Nou ja, kijk, mijn zicht op wat er moet gebeuren, dat is dat we in een samenhangend project zowel economische en technologische vernieuwing nastreven. Ja. Die zorgt dat we ecologisch onze economie moderniseren. Ja. En dat we ook ons zodanig organiseren. Meneer Wijvers, dat maar dit klinkt mij als van nu, dat de mensen van nu daarin willen werken. Maar dit klinkt mij als een prachtig verhaal, maar dit is pure theorie. Wie zou hier iets aan moeten doen? Nou, de discussie gaat steeds over bedrijfsleven en politiek. U zegt ook al, het bedrijfsleven doet het politiek niet. Feitelijk is het op het ogenblik zo dat pionierende, vernieuwende, innovatieve ondernemers dat in de praktijk aan het doen zijn. Dus let gewoon, zegt u tegen de ondernemers ook, let niet meer op de politiek en doe het gewoon zelf? Ik vind dat de politiek ze zou moeten ondersteunen. En dat gebeurt mondjesmaat ook hier en daar. Maar feitelijk moet deze vernieuwing komen van ondernemers en ondernemende burgers. En daar vindt de vernieuwing plaats van onderop. Ja. En de politiek is eigenlijk meer nog, de landelijke politiek tenminste, een blok aan het been. Dan dat daar, laat ik maar zeggen, werkelijk bijgedragen wordt aan deze vernieuwing. Belangrijk is de klimaatconferentie in december. Steeds van die klimaatconferenties, het leek wel Griekenland, hè, elke keer werd er gezegd. En nu komt het erop aan, maar nu is het echt letterlijk 5/12. Daar moet iets gebeuren. Ja. Van E zei dat hier ook nog gezegd, er is geen plan B. Dat betekent dus, daar moet iets gebeuren. Oftewel, gaat het nu tot afspraken komen om fossiele brandstoffen, om daar inderdaad van af te gaan? Nou, ik denk dat we daar toch wel stappen in de goede richting zullen zetten. Kijk, ideaal zou zijn dat er een overeenstemming zou komen over. We zien het allemaal, hè? Als het over fossiele brandstoffen gaat. En dit soort beelden tonen dat aan. Ja. En we denken, ja, het is toch een hele grote industrie. We kunnen bijna geen stappen nemen. Goed, maar dus de landelijke politiek heeft ook in de afgelopen jaren vooral naar die industrie geluisterd, hè? Dat is een van de redenen dat we wat achterlopen. Ja. In dit land ook met name. Maar ik denk dat we, gelet ook op wat Obama nu zegt, gelet op de enorme noodzaak die door de luchtvervuiling in China is ontstaan, de druk die vanuit de Fransen en Europa in het algemeen ons op het ogenblik er is, dat we echt stappen vooruit gaan. Maar meneer Wijvers, het is toch opvallend dat u Obama noemt. Dat u zegt net, ja, de politiek, daar heb ik eigenlijk niet zoveel vertrouwen in. Het moet van het bedrijfsleven komen. Obama is nu opeens groen, hij houdt er bijna mee op. Mooi moment misschien om groen te worden, maar ook een mooi moment om daar goede sier mee te maken. Ondertussen geeft u Shell ook allerlei bevoegdheden om te gaan boren. Hij vindt schaliegas van belang. U vertrouwt toch in hem? Ik denk dat Obama toch nu ruimte zoekt in het Amerikaanse politieke veld. Nu hij niet zelf herkozen hoeft te worden, hè, want dat is natuurlijk een belangrijk punt daarin. Dat Obama gaat proberen om in Parijs echt serieuze afspraken te maken. Dat verwacht ik. Ik heb u in dit begin van het gesprek aangekondigd als minister Duurzaamheid. Dat sprak u niet uit de intro. Geeft u eens een voorbeeld uit uw eigen persoonlijke leven. Wat doet u bijvoorbeeld? Geen auto? Korter dan 7 minuten douchen of wat anders? Douchen 7 minuten doe ik nooit. Dat heb ik ook nooit gedaan. Nee, lekker in bad. Maar ik rijd nog wel auto. Zij dat ik wel vaker dan vroeger de trein pak, openbaar vervoer. Ik heb een moestuin, ik noem maar dat als voorbeeld. Ik ben iemand die al bijna 30 jaar nu grotendeels vegetarisch eet. Ik compenseer mijn vliegreizen en mijn huis is zo goed mogelijk geïsoleerd. Met andere woorden, u kunt eigenlijk wat u zelf doet, daar kunnen we heel aardig mee vullen. We wonen 3 generaties in ons huis. Dat is ook nog een punt. Nou. Dus er zijn allerlei dingen waarvan ik zeg, dat zit in de goede richting. Okay. Maar ik bedoel, ik herken volledig, ik ben ook nog onderweg. Hè. Ik bedoel, we zijn met z'n allen onderweg. En dat geldt ook voor mij.
Ik dank u voor dit gesprek, meneer Wijfels.